Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent, kortweg het HISK is dat. U kent het misschien niet, maar het is een belangrijke instelling die nu precies 20 jaar bestaat. Het is een soort kunstschool die heel wat aanzien geniet, want van over de hele wereld zijn kunstenaars geïnteresseerd om aan het HISK te studeren. Lauke van den Driessen ging een kijkje nemen. Ik ben die verflagen er aan het afvallen. Er is de constructie zonder en al het andere schilderijen. Op het laatste haal ik dan die laag eraf, bouw ik dat terug op, vernietig ik dat terug, totdat dat uiteindelijk dan tot een soort van beschadigd resultaat komt. Dit is een postgraduaatsopleiding. Alle mensen die hier zitten hebben al een opleiding op de academie of het Sint-Lucas of zoiets gevolgd, of in het buitenland. Ik denk dat hier twee schilders zitten, maar het is echt allerlei disciplines bij elkaar. Dus je hebt hier filmmakers, fotografen bij elkaar, beeldhouwers. Achter de dikke muren van de oude Leopoldkazerne in Gent huizen kunstenaars. Dit is het HISK, ofwel Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Hier krijgen 24 studenten uit België en de wereld 2 jaar een eigen studio. En het komt uit. This is... Ja! Maybe this one could be... also... interesting. And then maybe like... this. Wauw. Super cool. Oh, HISK is really it's perfect. And the space and the institute is really, really good and I'm extremely happy and sometimes I even feel like I'm a spoiled child. We have all this studio, beautiful, and we get all these people coming in, visiting lectures, and we both come from another country, and I feel like Belgium is quite good. Yeah, Belgium has opened up her arms, I guess, to, in this case, I would not have this opportunity in the States, in California. The art field is much more different, it's more for established artists. There isn't much of a leg up for emerging artists. But still, even within this crisis, there is a chance for voices, these younger voices, somehow. Is it difficult to get into HISK? I think it is. It must be. It's like the top postgraduate research institute within Belgium, so you must be, pretty motivated. It attracts a certain kind of artist, so yeah, I would say it's kind of difficult to get in. We're very fortunate to still have this existing, and even though it might feel like there might be lack of things, it's easy to change the perspective also and say we have still quite an abundance, you know? Yeah, but we should not go backwards. I think it's really important to head like for the future, and culture is really important, and we need more money, more fundings, more stuff, definitely. I definitely think so. En over 20 jaar HISK is er vandaag een mooi boek uitgekomen, een mooi dik boek, dat The Institute heet. En bij ons Oscar van den Boogaert, ja, we kennen u vooral als schrijver, maar u bent ook artistiek directeur in de HISK. Ja. Ja, zoveel kunstscholen, die zijn er heel veel. Wat maakt dat de HISK speciaal?
Het HISK is een hoger instituut. Ja. Dat betekent dat het boven alle kunstscholen staat. Het is de plek waar de allerbeste kunstenaars naartoe kunnen gaan als ze hun onderwijs hebben genoten. Het is een soort post-academische plek. Bij ons kunnen kunstenaars 2 jaar lang in een studio zich bekwamen in hun kunstenaarschap. Ja. En ja, veel buitenlanders ook dan? Ja, ik denk dat van de 24 mensen die er nu zitten, 16 mensen van over de hele wereld komen. Maar dan krijgen we een beetje het beeld van een opleiding die zeer duur is, zeer elitair. Hoeveel kost het voor een student om bij u te gaan studeren? Veel. Voor onze kunstenaars is dat veel geld. 2000 euro. Dat betalen ze. En hoeveel kost het aan de maatschappij? Kan u dat vertellen? Dat is een hele brutale vraag. Ja. Waarom moet cultuur zich altijd verdedigen? Het HISK krijgt geld, niet veel, maar het is voor ons voldoende om een fantastisch programma te maken. Maar het HISK is geen luxe plek. De stad Gent geeft ons een deel van de kazerne om ateliers te hebben, kantoren. Onze kunstenaars die krijgen goede input van ons, maar het is geen eliteschool. Maar u begrijpt waarom ik die vraag stel, want een elitaire met een zeer pejoratief woord, tussen aanhalingstekens, opleiding in deze tijden waarin we hard moeten besparen, dan is de vraag, wat is de maatschappelijke return? Wat brengt dat de maatschappij op? Nou, dat is ook een brutale benadering. U speelt de advocaat van de duivel natuurlijk. Uiteraard. Maar we hebben meer dan ooit cultuur nodig. We hebben meer dan ooit betovering nodig, kritische vragen. Onze kunstenaars zijn echt met de wereld bezig. Het lijkt wel alsof ze achter dikke muren navelstaren. Maar ze zijn met de wereld bezig. Ze bereiden zich voor op het kunstenaarschap naar buiten te treden en de wereld van repliek te dienen. U houdt ook van kunst. U wilt ook fantastische dingen zien die u beroeren. Onze kunstenaars die zijn de mensen die u zullen gaan beroeren. Ja, precies. En dat naar buiten treden, dat vindt u heel belangrijk, hè? Ja, toen ik kwam bij het HISK 4 jaar geleden was er geen boek. Er was niet een grote publicatie. Veel mensen in België kennen het instituut niet. Over de hele wereld in de kunsten kennen mensen het HISK, maar in België niet. Dus ik dacht, we moeten naar buiten. We moeten gaan vertellen wie we zijn, wat we maken. Dit boek is daar een instrument voor. Ik wil jullie ook allemaal uitnodigen om in mei, als wij de deuren open doen van ons instituut, te komen kijken. Ja, oké. We kennen u vooral als schrijver, maar toch bent u daar artistiek directeur tussen voornamelijk beeldend kunstenaars. Hoe vult u dat in? Ik ben gewoon wie ik ben en ik ben geïnteresseerd in de wereld. Ik voel me verwant met beeldend kunstenaars. Of je nu schrijft of installaties maakt of schilderijen. Je bent de wereld aan het becommentariëren en dat doen we samen. Ik probeer een mooi klimaat voor hen te scheppen, waarin ze zich geborgen voelen, gestimuleerd. Ik benader ze heel kritisch. 20 jaar HISK, dan heeft u al heel wat mensen opgeleid, hè? Blijven die mensen in het vak of zijn er mensen die er de brui aan geven, die opgeven? Ja, we hebben onderzoek daarnaar gedaan en praktisch iedereen heeft een mooie kunstcarrière opgezet daarna en leeft van zijn kunst. Het is een goede springplank. Ja, en worden er mensen internationaal bekend? Er zijn een hele hoop superbekende kunstenaars. Koen van den Broek, Rinus van der Velde, heel veel mensen. Ik kan honderden namen noemen. Ja, dus kunst een noodzaak, zegt u, hè? Een absolute noodzaak. Oké. Oscar van den Bogaert, hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je dat ik mocht komen.